Deze wijkboerderij is het buurthuis van het Hardenbergse Baalder. Echter is dit ook het decor van een schitterend initiatief. Elke woensdagavond darten hier 10 à 15 mensen met een verstandelijke beperking. Onder begeleiding van 6 vrijwilligers hebben zij hier altijd een gezellige avond waarbij ook nog eens leuk gedart wordt. Een avond als deze, tussen 6 en kwart over 6 komen de darters komen binnen. Drinken we eerst even wat met elkaar en dan is de bedoeling dat we ongeveer om kwart over 6 ook daadwerkelijk beginnen met gooien. Tot kwart over 7 sluiten we af met een drankje en dan gaan de deelnemers weer naar huis. Begin dit jaar kwam deze groep in de uitzending van het programma Syndroom op RTL4. Daar stond hen een grote verrassing te wachten, want ze mochten gaan darten met wereldkampioen Michael van Gerwen in het Brabantse Vlijmen. De darters zelf hebben het als een geweldige dag ervaren. Super mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Prachtig. We hebben er allemaal gedacht tegen hebben, zo groepjes van 3 en zo. Dat is wel leuk. En had je ook nog spulletjes gekregen? Ja, dartpellen, t-shirt, handtekening van mij te hebben. Op deze avonden wordt met iedereen rekening gehouden. Er is namelijk zelfs een dartbaan voor rolstoelgebruikers. Dit clubje bestaat nu bijna 1 jaar en in die tijd zijn ze ook steeds een stukje beter geworden in het darten. Er zijn er een paar, ja, dat zou je bijna van zeggen van dat kan niet beter. Want ik dart zelf, er zijn er een aantal die gooien compleet van het bord af, dat weet ik zeker zonder het te proberen al. Maar er zijn er ook een aantal die konden zeg maar een half jaar geleden een rondje bord doen van 1 naar 20 op volgorde. En die gooien nou 5-0-1 gewoon uit. Naast prestaties gaat het echter vooral om plezier. Je krijgt energie van die gasten, dus ze hebben er veel plezier aan. Dus het is elke woensdagavond gewoon weer een feestje om hier te zijn, dat uur. Ja, als je hun dan ziet genieten, geniet je dan zelf ook? Absoluut, ja, daar doe je het voor. Ja, zeer zeker.